Geertje, op kop binnen. Thank you.
Goedemorgen. We hebben onze eerste groep driejarigen gehad. We hebben hier in deze groep 7 paarden gekeurd. 1 paard niet op kunnen nemen en 1 paard stappen. Deze 5 zijn teruggekomen voor de premiering. Ik begin met nummer 17. 19. Paard heeft misschien iets lang hoofd, maar wel een edel hoofd. Deukje. Paard heeft een lange hals, die ook verticaal gesteld is, goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis wat verbonden gemeend is, die misschien iets houdt. Paard is licht samenbenig, met paard stapt met heel veel lichaamsgebruik en ook heel veel souplesse. In draf maakt het paard zich heel groot, heeft dan ook een verbuiging in zijn achterbeen, heeft ook een heel goed voorbeengebruik. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster, met een eerste premie. Hey. Gefeliciteerd. Wauw. Yes. Yes. Blij. Ja.
Facebook. Ik vond het wel best maar. Als het ware ben. Het vorige hinder is krijgt sterven, dus Gea is ster. Deze op. Ella wil mij even filmen. Ik ben geëmotioneerd, zo blijven niet.
Yes. Oeh, beter man. Ik voel wel Geertje wat beter als Gea in de beweging. Gea is wel een heel mooi hinder om te zien. Maar bewegen dacht ik, nou, ik weet het nog net. Maar die liet zich dus ik super goed zien. En ze weer nog mooier worden, beide. En beide dus Ster. En Geertje, ik nog mijn eerste premie. Dus dan heb ik gewoon heel goed hinder. En mijn eerste premie. Dus dat is dan dus Geertje. Die nou achter mij ontstampen is, samen met Gea. Ik zal het even... Links is Geertje, rechts is Gea. Goeie. Maar vanmiddag weer dus nooit de gewone keuring, weer dus nakeuring en herkeuring. En daar werd Geertje gewoon kroon, voorlopig kroon, moet ik zeggen. En dat houdt in dat als ze nou nog een goede IBOP riet, maar minimaal 70 punten, dan kan ze gewoon kroon worden. Echt. Wie hier dat dacht? Ik ben echt zo blij. Dus, nou moet ik maar even opletten, want ik moet sturen. Tje, rotonde. Schakelen. Nou, doeg.